We zijn mensen van Kodakske, een fotoclub die ontstaan is hier op het stadhuis. En we zijn eigenlijk met 10 leden. Daar, naar aanleiding van dat wij 10 jaar bestaan, hebben we dus bedacht van we gaan eens iets speciaals doen. Dat is ook gebeurd. We hebben een tentoonstelling opgebouwd, Het Gezicht van Genk. Het Gezicht van Genk zijn 150 geportretteerde mensen gemaakt door 18 amateurfotografen. En die is een paar dagen geleden is de tentoonstelling geopend. En de opening is dan gebeurd hier in het stadhuis. Maar we hebben dan nog verder nog andere locaties. We spelen op 3 locaties, want 150 foto's hang je nergens binnen. Daar is geen ruimte voor. Dus zitten we ook nog in de bibliotheek, weliswaar op 3e verdieping. Maar u kan daar toegang hebben met de lift. En in de galerie in de Molenstraat tegenover het Blote Billentheater. En dus alle 3 de plaatsen zijn diverse foto's. Je vindt nergens geen dubbele. Het zijn allemaal gewoon foto's. Ze zijn allemaal geselecteerd door de curator. Arno heeft dat ons gedaan. Die man heeft daar wel serieus werk aan gehad. Waarvoor onze dank natuurlijk. En we hopen dus volgend jaar terug kleinschaliger te gaan. Want alle jaren 150 foto's erop zetten is geen sinecure voor dat werk te gaan verrichten, want het was echt monnikenwerk. We zijn hier in de bibliotheek aangekomen. En hier hangen dus ook nog een heel deel werken natuurlijk te kijken van het Kodakske en de andere 8 losse medewerkers die gefotografeerd hebben. Nu kan u de vraag stellen, waarom fotografeert je en waarom zou je naar een fototentoonstelling gaan kijken? Nu, normaal gezien, achter elke foto zit een verhaal. De uitdaging is van het verhaal te vinden. Dus het is niet zo simpel van op 1 klik, dat maar een seconde of minder is, een verhaal in te casseren van klik en het staat erop. Tegenover andere mensen die kunnen van alles manipuleren en doen, maar wat wij vastgesteld hebben of vastgelegd hebben met ons toestel, daar moet van de eerste keer het verhaal in zitten. Dat de kleuren niet goed zijn en zo, dat kan bijgewerkt worden, maar dat verhaal zit erin of het zit er niet in. En daarvoor is het altijd leuk van een tentoonstelling te gaan bekijken van hoe heeft die zijn verhaal in die foto gebracht. De tentoonstelling loopt op zijn eigen tot laatste van augustus. Maar in de galerie is dat de 18e, sluit het daar. Dus de laatste dag van te bezichtigen in de galerie. En dan willen we de tentoonstelling overhevelen ook naar het stadhuis, zodat de laatste 14 dagen de tentoonstelling nog te bezichtigen is. Incompleet, alleen helemaal de 150 foto's op het stadhuis en in de bibliotheek.